Wij vinden het vooral ontzettend raar dat je als organisatie er eigenlijk mee weg kunt komen dat je stelselmatig de wet overtreedt. De Groninger Studentenbond is boos op de Stichting Studentenhuisvesting SSH. Deze stichting biedt huisvesting aan internationale studenten. En daarvoor maakt zij gebruik van een contractvorm die sinds 2015 verboden is. De zogenaamde short-stay-contracten maken het voor huurders onmogelijk om de huur binnen een jaar op te zeggen. Vooral internationale studenten lopen tegen deze regeling aan, wanneer zij voor een half jaar in de stad studeren. Als het aan ons ligt, en als het niet alleen aan ons, maar ook aan alle studentenmedezeggenschapspartijen hier ligt, dan gaat de universiteit er hard in. Die gaat zeggen tegen de SSH, jullie moeten van die short-stay-contracten af. We willen meedenken hoe het anders kan. Maar eerst moeten we echt van die contracten af. Wij vinden het vooral ontzettend raar dat je als organisatie er eigenlijk mee weg kunt komen dat je stelselmatig de wet overtreedt. Dit type contracten mag niet en er zijn hele valide redenen dat het niet mag. Immers, je geeft een internationale student gewoon veel minder rechten dan een Nederlandse student. Dat kan niet, dus hou er eens een keer mee op. Aankloppen bij de huurcommissie heeft geen zin. Naar de rechter stappen is wel een optie. Maar voordat het proces goed en wel in gang is gezet, hebben de meeste studenten de stad alweer verlaten. Het is voor een internationale student vooral ontzettend ingewikkeld om er echt wat aan te doen. Je kunt niet naar de huurcommissie om het aan te vechten, wat een makkelijke procedure is. Kost je 20 euro, krijg je terug als je wint en je bent met een half jaar wel klaar. Nee, je moet naar de rechtbank en dan moet je dus eerst helemaal uitzoeken hoe het Nederlandse recht werkt. Nou, dat is al een hele stap. Dan moet je hele hoge griffiekosten betalen, kost je nog heel veel geld ook. En waarschijnlijk ben je al terug naar het buitenland voordat er überhaupt een uitspraak is van de rechter. Dus dat is een hele lastige situatie voor een internationale student om er wat aan te doen. De Studentenbond wil zo snel mogelijk actie. Als het aan ons ligt, kunnen we volgende week aan tafel zitten. Nou, het is zaak dat huurders vertegenwoordigd worden, dat studenten vertegenwoordigd worden. En wij als GSB zijn ontzettend veel in gesprek met studenten, met internationale studenten op het gebied van huisvesting. Dus het lijkt ons hartstikke mooi als wij samen zo'n gesprek aan kunnen gaan en kunnen kijken wat het beste past bij de wensen van SSH en uiteindelijk bij de wensen van de huurders.